ongelooflijk. Afgelopen zaterdag de eerste theaterronde van Idols. Hebben we allemaal gekeken weer? Ja, ik vind de auditie altijd fantastisch. Maar de eerste theaterronde was ook erg leuk. Maar ik vond nog steeds opvallende typen zitten tussen. En ik denk dat deze jongen, ik vond het heel een beetje treurig eigenlijk. Kijk. 10 kilo afgevallen? Ja, 9,7, 10 kilo. Maar dat is in een tijdbestek van? Hoeveel weken? 4 weken. Ik ben gewoon maat 42 naar 38 gegaan. En van XX... Echt? En van XXL naar XL. Ongelooflijk, zeg. And you play it coy, but it's kind of cute. Oh, and you smile at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true. Cause you can see it when I look at you. Volgens mij, voor mijn gevoel ging het wel goed, maar soms had ik dan oeh, maar ja, ik heb er wel een goed gevoel over. En ik hoop dat hun dat ook, ik hoop dat ze het hebben opgemerkt dat ik ben afgevallen. Ja. En dan kunnen ze toch zien van, oh, hij wil het wel heel graag en zo. Voor jullie heb ik de volgende mededeling. Dat jullie allemaal niet door zijn, helaas. Geef niet, jongen, volgend jaar weer. En jij ook niet? Ja, dankjewel. Mooi. Gefeliciteerd. Oh, arme jongen. Die was afgevallen. Nou, hij zit hier. Michael Levoleger. Zijn dat voor een Levoleger? Levoleger. Michael. Oh, je moest echt huilen, hè? Ja, ik vond het echt... emotioneel. Je vond echt, dat zag ik. Want je bent 15 jaar, hè? Ja. En je had auditie gedaan en die ging best goed. Maar je had dat advies. Wie zei nou dat je moest afvallen? Eigenlijk Gordon. Dat Gordon dat ook zeggen, die vieze vette pad. Dat is toch ook wat, hè? Ja. Die zit daar, zeg maar, die ziet eruit als zeg maar een vrachtwagenchauffeur. Wij moeten afvallen. Maar dat is toch, en jij bent 15 jaar oud en zo dik ben je echt helemaal niet. Nee, dat zeggen de meesten. Denk tuurlijk niet, joh. Maar dus goed. Maar je ging wel door, hè, met de ronde. Ja. Maar hoeveel tijd zat er tussen, zeg maar, deze theaterronde en de... Volgens mij zat er 4 weken of zo, zoiets. En toen ben je echt op dieet gegaan? Ja, toen ben ik echt stevig op dieet gegaan, ja. Oké, en hoe zag het eruit? Zeg maar, wat at je, 's ochtends vroeg? Misschien word je wel nieuwe Sonja Bakker, zeg maar. Dat zou ook toch wel leuk zijn? Gewoon je ontbijt en dan gewoon je lunch en zo. En tussendoortjes, appels en zo. Echt water, heel veel. Nou, tot op heden klinkt het niet als een dieet. Het is gewoon je ontbijt, lunch en nog wat ertussendoor. Ja, nee, maar ook gewoon groente eten. Meer groente eten dan normaal. Oh. 4 keer in de week patat eten of zo. stiekem als je ouders weg zijn of zo, dat je naar de patatzaak gaat of zo. Dat soort dingen, dat heb je niet gedaan. Nee, dat heb ik niet gedaan. Dus je hebt 4 weken heb je echt, zeg maar, heel erg strak geleefd. Ik ben steeds bezig, nu nog steeds. Nog steeds op het af te vallen. En dat is dus heel knap. En dan ging je niet door. Ja. Oh. Wat, hoeveel kilo was je nou afgevallen? Toen was ik 9,7 kilo afgevallen. Nu ben ik 11, nog wat of zo afgevallen. Ik weet niet meer. Zoiets. Zo, dat vind ik toch goed, hè? Top, man. Heel goed. Heel goed. Jeetje, maar heb je daar nog dagen last van gehad? Want je zag echt ontroostbaar uit, zeg maar. Ja, ik had anderhalve week had ik wel zoiets van, mijn wereld stort in of zo. Ja? Echt van, ik vond het echt heel erg, want ik was 12 en toen zei ik tegen mijn vader en moeder, ja, papa, mama, ik wil meedoen met Idols. En toen heb ik er 3 jaar zitten oefenen, nummers uit mijn hoofd geleerd. Je hebt 3 jaar geoefend voor dat moment? Ja. Zie je, dat bestaat dus ook nog. En meestal heb ik hier mensen zitten zeggen, die hebben 3 jaar dan geoefend. En die ziet er dan zo uit, weet je wel. En die gaan dan, I will always love you. Ja, dat klinkt het niet. En jij, je hebt gezien gewoon dat jij echt je best gedaan hebt. Ja. En het klonk ook echt wel goed. Dus het is echt anderhalve week last van gehad. Ja, zoiets, ja. En nu? Hoe denk je nu? Nou, nu denk ik bij mezelf, ja, ik heb toch 99,5% achter me gelaten. Ja. En dan denk ik bij mezelf, ja, toch moet ik wel trots op mezelf zijn. Vind ik ook. En je bent afgevallen, maar je kan toch gewoon doorgaan en weer het volgende keer weer meedoen? Dat doe ik ook zeker. Ja. Ja, echt wel. Heel goed. En ik wilde gewoon even met je spreken omdat het dus zo aandoenlijk was. En het is natuurlijk altijd kloten als je dat hoort, hè? Die spanning moet echt groot zijn geweest, hè? Als je daar staat. Ja, echt wel. Vooral die kamers, die kutkamers. Ja. Dat zat je te wachten en dan duurde iets van 3 kwartier of 1/2 uur voordat je... Ja, ze hebben het echt heel kort gemaakt, maar het duurde echt heel lang. En dan zit je maar in spanning? Toen als je die uitslag kreeg, moest je nog iets van 1 kwartier of 20 minuten wachten. Oh, dus dat was... Wil je nog een stukje a cappella doen of niet? Ja, is goed. Ja? Doe maar even een stukje a cappella. Kijk of je... Wat ga je zingen? Maar maakt mij niet uit. Heb je even voor mij van Frans Bauer? Nee. Doe het volkslied van Kazachstan. Gewoon even iets lekker in het gehoor. Doe maar wat je zelf wil. Wat ga je doen?
Nou, ik kan wel mijn auditie doen of zo. Dat was dat nummer? And I'm Telling You. Van wie is dat? Jennifer Holliday. Wie? Jennifer Holliday. Oh, Jennifer Holliday. Oké, okay, nou doe maar. Ja. And I am telling you, I'm not going. I'm the best man you ever knew. There's no way I could ever go. No, 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 no way. No, 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 no way. I'm living without you. I'm not living without you. I don't want to be free. I'm staying. Heel goed, jongen, heel goed. Ga zo door, Michael. En we blijven dat je er weer overheen gekomen bent. Michael, dames en heren, heel goed. Allright, jongens, dat was het breaking news. Heb je nog een tip voor ons? Ga naar jensen2.nl. Maar kans op deze...